gezelligste maand van het jaar. En dat betekent dat het misschien eens tijd wordt om na te denken over het kerstmenu. Sommigen hebben hem misschien al klaar van in januari, voor anderen wordt het eerder een last-minute operatie. Maar hoe dan ook, omdat december een maand is van cadeautjes en verrassingen, heb ik voor jullie heel wat feestelijke hapjes en dessertjes uitgedokterd die ik graag met jullie zou willen delen. Je kan natuurlijk je hapjes of je dessertjes kant-en-klaar in de winkel gaan kopen, want het aanbod is daar zeker groot genoeg. Maar wat is nu leuker dan de dag zelf uit te pakken met je eigen creaties? Want zeg nu zelf, wat je zelf maakt, smaakt altijd beter. Heel de maand december ga ik jullie bombarderen met feestelijke hapjes en dessertjes, wat betekent dat de keuken er hier vrij rommelig gaat uitzien in december. Maar dat is niet erg, want het is allemaal voor jullie en ik hoop dat jullie er iets aan hebben en misschien met kerstmis of nieuwjaar eens iets anders gaan proberen dan andere jaren. Vandaag heb ik al een eerste feestelijke hapje voor jullie klaar, een dessertje. En dat zijn gevulde dadels. Nu, dadels zijn enorm veelzijdig. Je kan er bijvoorbeeld een hartig hapje van maken door ze te vullen met kruidenkaas. Maar dat ga ik vandaag niet doen. Anderzijds kan je dadels ook gemakkelijk gebruiken als een natuurlijk zoetmiddel in bijvoorbeeld koekjes of gebak. Of zelfs in smoothies. Maar dat ga ik vandaag ook niet doen. Vandaag ga ik ze vullen met pindakaas en chocolade. Het is een heel gemakkelijk dessertje. Het is ook zo klaar. Maar de combinatie dadels en pindakaas is gewoon zalig. Dus laten we er maar snel aan beginnen. Voor dit receptje heb je niet zoveel nodig. Wat je nodig hebt zijn grote dadels, van die medio-dadels, die je heel gemakkelijk kan vullen. Pindakaas, maar zorg ervoor dat je de natuurlijke pindakaas gebruikt, die naast nootjes en zeezout uit niets anders bestaat. Dat is de lekkerste trouwens, en ook de gezondste. Pure chocolade. Degene die ik ga gebruiken bevat 85% cacao. Hoe donkerder, hoe beter. Een beetje kokosolie. De pot is bijna zo groot als mijn hoofd. Een paar pindanootjes. En een beetje grof zeezout. De pindanootjes gaan we straks gebruiken om over de chocolade te strooien, net zoals het zeezout. Hiervoor moeten we natuurlijk de pindanootjes eerst nog uit een jasje halen en moeten we de nootjes zelf fijn hakken. Dus dat gaan we nu doen. Wat we gaan doen is de dadels in de helft snijden en de pit verwijderen. Zo, dan gaan we onze dadelhelftjes vullen met pindakaas op de plaats waar dat de pit heeft gezeten. Ongeveer een halve theelepel per helftje is goed. Onze dadels zijn gevuld. Die zetten we nu even in de ijskast zodat ze wat vaster kunnen worden. En ondertussen kunnen we onze chocoladesaus al maken. Voor de chocoladesaus gaan we onze chocolade smelten au bain-marie. Samen met een heel klein beetje kokosolie. Ik zal zoals elke keer de exacte hoeveelheden die ik heb gebruikt hieronder het filmpje in de beschrijving achterlaten. Dan kunnen jullie het daar langs nalezen. Zo, onze chocoladesaus is klaar. En dan kunnen we die gaan verdelen over onze gevulde dadels. Klaar. Nu moet je ze nog voor een 20 minuutjes in de ijskast zetten, zodat ze wat kunnen harder worden. En dan zijn ze klaar om te eten. Ik hoop dat jullie deze toch wel gouden combinatie zeker eens gaan proberen. Als jullie dat doen, laat het mij dan ook zeker weten. Klik ook op de duim omhoog als jullie het een leuk filmpje vonden. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal om deze maand geen enkel feestelijk receptje te missen. Helemaal gratis en voor niets. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!